Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik mijn nieuwe Fintech Pearlescent Color Palette uitproberen. Ik heb al eentje en dat is deze hier. Alleen deze is voornamelijk met goud en zilver kleuren. En nou heb ik er eentje gekocht waar iets meer gewone kleuren in zitten. Hierachterop wordt er een beetje aangegeven, er zit wel nog wat zilver en goud in, maar gelukkig net de andere soorten als die ik in het eerdere palet heb, dus ik moest deze wel mee naar huis nemen. Wat me gelijk opvalt is dat de vorm van het palet anders is. Ik zal even de andere erbij pakken. Kijk, hier zie je allemaal dat het allemaal ronde stukjes zijn en hier is het vierkante, maar het systeem wel zorgt ervoor dat je ze wel gemakkelijk kunt omwisselen. Dus dat is een plus. Verder is de kleuren zelf zijn gewoon echt super mooi. Vooral hier deze rechtsboven in de hoek spreekt me echt heel erg aan. Het ziet er een beetje dubbelkleurig uit. Vanuit het licht ziet het er groen uit. Vanaf de andere kant ziet het er een beetje paarsig uit. Dus ik ben benieuwd hoe deze zichzelf gaat gedragen op papier. De kleuren komen echt gepigmenteerd over hier op het zwarte papier. Hou er even rekening mee dat als je zelf zo'n palet wil gebruiken, dat je eerst het wat water op de verf aanbrengt voordat je deze gaat gebruiken. De verf heeft namelijk water nodig om te activeren, om echt gebruikt te worden. Komen we nou bij de kleur waar ik het meeste naar uitkeek. En ook deze komt echt super mooi over op papier. Als je zo ziet, als ik het beweeg, zie je dat die een beetje meerdere kleuren erin zitten. Dus echt top. Ik ben in ieder geval heel blij met deze aankoop geweest. Ik heb ook even de kleuren die ik al had eronder bijgezet. Zodat je ook even kunt zien zeg maar, dat er daadwerkelijk wel een verschil zit tussen de zilver en de goud. In het oude palet en het nieuwe palet. Ik vind het in ieder geval echt een top ding. Ik raad het ook zeker aan. Zeker als je ook vaak met een zwarte achtergrond werkt. Alhoewel op wit deze kleuren ook echt heel mooi overkomen. Dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, die ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!